harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast en dat is Roemer Daalderop. Roemer, van harte welkom. Dank je wel, Wien. Niet direct op dit moment bij de politiek betrokken, maar ook weer wel. Jouw affiniteit met politiek, dat ligt... vertel zelf. Mijn affiniteit met politiek is al wel. En ik heb 2 jaar geleden tijdens de verkiezingen op de lijst gestaan en heb me verkiesbaar gesteld. En toen heb ik bij de PvdB, de Partij van de Burgers... Van Pieter van den Burg, zullen we van zeggen. Pieter van den Burg, maar dat is inmiddels een grotere partij natuurlijk geworden. Daar ben ik nog steeds lid van, alleen ik ben niet meer politiek actief in de commissies. Ja, hoe komt dat? Dat komt omdat ik wilde ontdekken, wat is politiek? Mm-hmm. Hoe werkt het? Mijn vader zat vroeger in de politiek, en dan heb je dan een beeld bij. En ik denk, ik kan er alleen maar achter komen door daarin te stappen en daarin mee te gaan. En dan ontdek ik dat ik als persoon toch kortere klappen wil maken, snellere dingen wil doen. En je bent een dan doener, hè? Politiek is. Sorry, je zei? Je bent een doener. Ik ben meer een doener en dat blijkt uit andere evenementen die ik organiseer. En dat zijn ook meer evenementen met een begin en een duidelijk eind. Hmm. En politiek is natuurlijk een langlopend verhaal. Dus daar heb ik na een klein jaar toch bedacht, ja, dat is dan niet mijn ding. Gaat hem niet worden. Gaat hem niet worden. Ook tegen muren aangelopen in die tussentijd vast wel. Tegen muren aangelopen, ja. Er is één muur waar ik vandaag de dag heel erg tegenaan loop. Maar ja. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat is de kadermuur aan de Waal. Ja, gaan we straks even over hebben. Ja, maar ik loop er wel tegenaan, Rien. Ja, begrijp ik. Maar je hebt daar ook een visie op losgelaten. Ja. En daar gaan we straks even over hebben. Toch bij de politiek betrokken gebleven. Ja. De burgemeester, even een stukje terug in de tijd, die heeft dus bedacht van nou, we zouden eigenlijk ambassadeurs moeten hebben vanuit de samenleving zelf. Die allerlei zaken oppakken om ervoor te zorgen dat die Tielenaar zich trotser gaat voelen met de omgeving, met Tiel zelf. Klopt. Heske Groenendaal heeft een jaar of 4 geleden ooit eens een keer bedacht met een hashtag op Twitter. Leuke dingen die gebeuren, daar gaan we toevoegen op trots op Tiel. Ja. En daar is eigenlijk dit weer uit voortgekomen. Ja. Er zijn een x-aantal ambassadeurs die zeg maar die stad gaan uitdragen als zijnde positiviteit. Klopt, daar ben ik er één van. Mm-hmm. We hebben nu een groep van 36 ambassadeurs. En inderdaad, in 2015 heeft de burgemeester Hans Beenhakker bedacht, ik wil mensen om me heen verzamelen die allemaal veel netwerken hebben in de maatschappij, in Tiel, om hun actief te maken, om in gesprek te komen met letterlijk alle Tielenaren. Ja. Dat bloesemakkoord wat ooit op landelijk niveau is uitgesproken, dat gaat dan over maak die burger meer actief. En betrekken bij de dingen en maken meer verantwoordelijk. Ja, ze hebben het gemeentehuis de mond daarvan vol, hè? Burgerparticipatie. Ja, moet je vooruitkijken. Ik roep het altijd maar gekscherend, zoek het maar uit maatschappij. Ja, en dat is niet wat we hier voor staan. Maar we hebben als ambassadeurs bij elkaar gezeten en bedacht, als we dan zo'n plan gaan uitvoeren, dan doen wij dat op vrijwillige basis. Alle ambassadeurs doen het allemaal om niet. En we hebben ook een paar kaders gesteld van, ja jongens, als we dan zo'n plan in Tiel gaan lanceren, dan moeten we daar ook een bepaald budget voor hebben. En dat is in eerste instantie hadden we bedacht, we willen daar 100.000 euro voor hebben. En daarmee zetten we ook de gemeente eigenlijk op scherp. Want je kan wel vragen als gemeente aan de burgers, doe eens mee als ambassadeurs. Ja. Maar wij stellen dan ook weer daartegenover, nou, dat is goed, maar dan willen we er ook wat body aan geven. Serieus geld. Serieus. En dat is enerzijds letterlijk een potje met geld klaar liggen. Mm-hmm. En aan de andere kant, we willen ook geen betutteling. Dus eigenlijk wilden we ook geen kaders. Geen, waar moet het allemaal aan voldoen? Je moet je voorstellen. Geen regel, niet om vastomlijnde regeltjes. Nee. Om te kijken of je daar gebruik van kunt maken of niet. Even weer terug. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu kijken. En zeggen van nee, hè, daar heb je weer zo'n groep. Ambassadeurs, klinkt hartstikke mooi. Ja. En er gaat weer een hoop geld in. En wat levert dat uiteindelijk weer op? Ja. Vertel over het plan. Er gaat inderdaad een hoop geld in, maar dat komt er pas uit als diezelfde burger die nu zit te kijken, mm-hmm, naar ons toe komt en zegt, ja, ik heb een plan, ik wil iets verbeteren in mijn eigen leefomgeving. Ik heb een initiatief en dat wil ik gaan uitvoeren. En sommige initiatieven kosten helemaal geen geld. Dat gaat echt om alleen maar energie en dingen bundelen en het uitvoeren. Ja, en mensen de weg wijzen, want dat is ook een rol van die ambassadeurs natuurlijk. Klopt. En de rol is dat wij onafhankelijk zijn. Wij zijn niet vanuit de gemeente al betuttelend of richtinggevend. Mm-hmm. Nee, wij zijn juist ook burgers van Tiel.
En die visie zit erachter. Het is eigenlijk de stad Tiel praat met de stad Tiel. Ja. En dat doen die ambassadeurs nu in een voortrekkersfunctie. Ja, als je nou die lijst van die ambassadeurs kijkt, zijn allemaal weer bekende. Hè? Ja. En ja. In de raadsvergadering, daar werd onder andere in gesproken door Ton Zuidema van D66. En die zei van nou, wij hebben 2 jaar geleden ook zo'n soort vergelijkend ja-thema gehad. Burgerparticipatie, laten we eens kijken wat we daarmee kunnen bereiken in de stad. Ja. En daar zijn best wel successen geboekt, maar de grote groep mensen in Tiel die je nooit hoort of nooit ziet, die hebben wij toen destijds niet kunnen aanspreken. En hoe gaan jullie dat nou doen? Dat ligt nu in handen van ons als ambassadeurs. Ja. 36 mensen en dat waren er in de tweede bijeenkomst pas 20. Mm-hmm. Dat is dus in 2 keer alweer gegroeid naar 36. We hebben op een gegeven moment gezegd, jongens, er zitten inderdaad een aantal bekenden. Eigenlijk veel ons kent ons. Mm-hmm. En we moeten dat gaan uitbreiden. Dus iedereen kreeg de taak. Dat is een belangrijke stap natuurlijk. Absoluut. Neem de volgende keer weer iemand mee. En we hebben de laatste keer, moesten we mensen meenemen van onder de 30. Want de gemiddelde leeftijd was best wel wat hoger. Ja. Dat heeft zo gewerkt dat er ineens allemaal jonge lui bij ons waren. En dat, ik nam dan iemand mee, iemand anders nam zijn dochter mee, daar nam iemand een neefje mee, of een kennis, of een vriendje. Mm-hmm. En die groep is nu ook weer aangesloten. En die zegt de volgende keer, wij nemen ook weer iemand mee. Het is een groep die nu in beweging is. En Heel het goed. Is een olievlek, want die groter wordt en die anders van samenstelling wordt. Want je zult je ook begrijpen dat sommige mensen vanaf het begin misschien nu zeggen, nou het loopt, ik trek me weer een beetje terug. Uh-huh. En dat die jongeren die er nu bij zitten zeggen, hé, dit is leuk, hier liggen kansen. Ik neem nu weer iemand uit mijn netwerk mee. Kun je zo'n voorbeeld noemen van waar jij zelf van denkt, van nou, dat is nou iets voor deze groep om dat te gaan realiseren? Voor deze groep? Omdat zomaar een casus waarvan je denkt, van, ja, dat zou we moeten oppakken. Als je kijkt naar wat is er nou voor de jeugd? Nou, bijvoorbeeld, ik woon achter de Rabobank. Mm-hmm. Het taluut, dat is dan zo'n plek waar het wel af en toe wat donker is. En wat ze nu hebben afgezet met betonblokken. Ja. Omdat de drifters daar... Drift is met een auto rondscheuren en met een auto rondjes draaien. Ja. Ja. Die groep, die wil eigenlijk ook iets. Die wil een plek. Ja. Die jongens, die ga ik aanspreken. Die jongens ga ik uitnodigen, kom eens met je verhaal of met je behoefte of met je wens of met je droom. En misschien zeggen ze wel, joh, nou dit is prima zo, nou dan blijkt dat dit dan de oplossing is. Maar ik wil ze toch gaan prikkelen en uitnodigen om verder te komen. Want die kansen liggen er. Dus dan ligt het weer aan mij om het gesprek aan te gaan. En dat is onbevangen luisteren en doorvragen, wat is er met jullie, waar zitten jullie behoeftes? Ja. En die taak hebben wij als ambassadeur. Ja, en als je het bijvoorbeeld over specifiek deze club heeft, stel je voor dat ze hier op het gemeentehuis zouden komen, zeggen ja, wij willen crossen of driften. Ja, dan lopen ze nu tegen een muur op van allerlei regeltjes, juist, gedoe. Juist. En men zegt al vrij snel van nou, het is goed Klopt. Zo. En wij moeten dus dan kijken, hoe kunnen we ze toch verder brengen in de organisatie van de gemeente. En we moeten ze ook verder brengen met, oké, leuk plan, maar maak het ook maar eens concreet. Wat voor een idee zit erachter? Waar wil je dan precies naartoe? Het is niet zo, hè, die 50.000 euro even om op terug te komen, dat kan eventueel nog uitgebreid worden. Het is niet zo van, we hebben hier een zak geld, kom in een goed plan en alsjeblieft. Nee, je moet het zien als wat er bij de provincie ook gebeurt bij evenementen. De provincie heeft ook subsidies en die zegt tegenwoordig, de helft kunnen wij financieren en de andere helft moet een organisator van een evenement zelf opbrengen. Ja. Dat is ook de idee achter de ambassadeurs van Tiel. Als jij met een goed plan komt, wat geld kost, vragen wij ook, ga kijken hoe je dat ook voor een deel zelf gaat financieren. Want we moeten vooral niet de suggestie wekken, die pot met geld is er. Ja. En die is dan na een jaar op en jaar erop is er weer een pot met geld. En wat je heel vaak ziet is dat zeg maar mensen, en die groep is niet zo groot, dat ze de weg weten te vinden binnen het gemeentehuis en voor de happy few dat daar weer overal geld uitgeplukt wordt. Het is echt voor de Tielenaar bedoeld. Het is echt voor de Tielenaar bedoeld die met een idee rondloopt of die een droom heeft of die denkt, ja, hoe zou dat nou net even anders kunnen in mijn buurt? Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld in mijn straat, daar ligt dan blad op. En die korven die zijn er dan niet. De gemeente stopt daarmee. Mm-hmm. En toch zou je weer dat terug kunnen brengen. Om de herfst te bladeren, daar zitten we dan nu middenin, om dat weer met korfjes en met de buurt te organiseren. En misschien kost dat een kop koffie op het gemeentehuis en een plak koek.
dan is dat de investering, die mensen zijn enthousiast en de gemeente of de AVRI die zet daar dan weer die korven neer. Ja. Dat linkje, dat willen we dan weer gaan leggen. Het is ook wat bijvoorbeeld rondom het verhaal cultuur, hè, Marcel Melissen, de wethouder, gezegd heeft van nou, we gaan bezuinigen, niet zozeer op centjes, maar wel op manuren, op zaken die we brengen. Ja. Kijk eens of die organisatie dat zelf kan doen. Klopt. En dat kan, want als mensen daar lol in gaan krijgen, als ik trots word op iets wat ik gedaan heb, dan ga ik volgend jaar dat weer prolongeren. Ja. En daarom zitten we ook vooral te zoeken naar de positieve insteek. Niet naar het verhaal, ja, dit, daar baal ik zo van, dat moet dus opgeruimd worden. Ja, dan punt. Nee, ik en dan wil op Facebook zetten, dat is echt heel lekker makkelijk natuurlijk. Van, stadstuintjes, de geveltuintjes in de stad, is ook zo'n voorbeeld wat dan tot stand is gekomen. Ook omdat we de regelgeving iets losser hebben gegeven. Want ja, officieel mag je daar geen glazen dingetjes hebben en dat is allemaal gevoelig en vernielzuchtig. Dan kan dat niks, hè? Als je zo gaat denken. Ja. En dat is nou precies waar wij vanaf willen en waar we ook vanaf gaan. Het is juist een wat ruimer kader. Het wettelijk kader is er dan wel. Maar verder hebben we gezegd, de regelgeving, de betutteling, alle richtlijnen, laten we die nou eens wat losser interpreteren. Ja. En meer vertrouwen geven aan die burger die met een positief plan komt. En ook vanuit de positieve insteek. Dus eigenlijk is het gewoon doen. Het is gewoon doen. Ja. Hey, jij hebt zelf, want we zitten hier in het koetshuis. Dat is natuurlijk, ligt dat in het centrum van de stad. Met een hele mooie tuin erachter. Je vertelde net in het voorgesprek ook nog dat jij daar, ook als Tielenaar, je bent ook een telg en nog steeds uit een hele bekende familie die jarenlang in Tiel is bezig geweest. En ook de richting van die stad heeft bepaald. En ik vond dat een mooi verhaal. Wat heb jij met deze ambachtstuin? Ja, deze ambachtstuin is toch een groene long van Tiel. Daar heeft mijn moeder, als je daarop doelt, want we zitten hier. Ze is vorig jaar overleden in september. Mm-hmm. En ze is hier opgebaard geweest. En dat is een mooie eer, vond ik dat, om haar hier te kunnen hebben. Want zij heeft er in het verleden met heel veel energie voor gezorgd dat deze tuin als tuin weer is bewaard gebleven. Omdat in die tijd het plan was om hier parkeerplekken te maken en de ambtenaren hun auto's kwijt te kunnen. Ja. En daar ben ik dan trots op. En dan vind ik het ook leuk om hier te zitten en te zeggen, ja, dit is toch wel weer een klein handtekeningetje wat je kan achterlaten. Precies. Nou, dat is ook hartstikke mooi om die herinnering daar vast te houden. Over parkeren gesproken komen we uit bij de Baalkade. Dat is een ander project waar jij mee bezig bent. Ja, absoluut. En dat heeft eigenlijk niks meer te maken met het ambassadeurschap. Maar ook eigenlijk weer wel. Dit heeft te maken met dat gewoon doen. Ja. De Baalkade, parkeerplaatsen, de Baalkade zelf, is er die is een hele slechte staat. Ja, die muur, hè, we hebben over twee dingen. Die Waalkadeplaat, dat is fantastisch dat de gemeente nu eindelijk die visie en die richting ingaat van jongens, die moeten we gaan herbestemmen. Dat is inmiddels al gebeurd. En daar wordt straks meer een evenemententerrein gecreëerd, waar veel minder plek is voor auto's. En dan is mijn streven nog steeds alle auto's weg. Het is gewoon alles of niks. Precies. Want, neem het taluut achter mij op de Rabobank. Dat staat gewoon voor de helft leeg. Dus er zijn plekken zat. Ja, en we krijgen zo dadelijk die WLP. Juist. En er wordt nog een nieuwe parkeerplaats gemaakt bij de Zandwijkse Poort. Dus ik zie het probleem niet om die auto's daar als... En want dat is dan weer de voorzichtigheid van de politiek. Laten we het nou en doen. En ik denk, nee, de kans is nu om een rigoureuze beslissing te nemen. En dus juist die richting te geven die we allemaal willen. Namelijk recreëren, verblijven in een fijne omgeving aan de Waal. Ja, in de jaren 90 is er al eens een visie neergelegd, hè, over het Waalfront. Ja. Dat is een heel breed begrip. Dat gaat al vanaf zeg maar, het vijverterrein tot helemaal bij de Aldi in Tiel-West. Ja. Eventjes daarop voortbedurend, als we dan over die Waalplaat hebben, dan komen we vanzelf bij die Waalmuur uit, die afscheiding. Alle auto's weg, dan draait die stad als het ware om. En dat was het verhaal. Ja. Zorgt ervoor dat Tiel naar de Waal ligt in plaats van andersom. Ja. En dus kun je op die Waalplaat hele mooie dingen doen.
Ja. Dat kun je ook vergelijken met andere steden, hè? Nijmegen, Gorinchem en Harderwijk. Klopt. En bij ons, als we de Waalkade oprijden, zeg maar de Echtelse dijk oprijden, hè, bij het tankstation van Dijkhuizen, dan is dat eigenlijk heel erg lelijk. Je ziet een partij borden staan met van alles en nog wat, auto's, het is niet mooi, terwijl het eigenlijk een van de mooiste plekjes van Tiel zou moeten zijn, wat het vroeger eigenlijk ook altijd was. Dat klopt. En nu worden er twee dingen uit elkaar gehouden. En dat is de reparatie van de muur. Mm-hmm. En de renovatie en de herinrichting van de Waalkade. Ja, maar die reparatie van die Waalmuur, dat kun je eigenlijk, moet je dat niet loszien van het andere. Ja, want je hebt daar een fantastisch idee over. Daar moet je er eens even over vertellen. Ik zeg, het is juist met elkaar verbonden. Je kunt, en de visie nu is, we moeten zo snel mogelijk die muur repareren. Terwijl ik denk, als we met de herinrichting van de Waalkade bezig zijn, dan moet je jezelf hardop de vraag stellen, hebben we dan nog wel een muur nodig? Want die muur is eigenlijk een oude historische muur en de kade werd toen gebruikt als los- en laadwal. Dus daar moesten die grote schepen aan liggen en dat werd intensief gebruikt. Nou. Toen was die muur inderdaad, die had een legitieme functie. Nu heeft die geen functie meer. Het is niet meer een actieve los- en laadwal. Het is nu meer een opslag. En het is een muur in verval. Dat doet de rivier met haar natuurlijke stroming. En die trekt letterlijk die muur van onderuit leeg. Ja, het zand wat achter die muur zit, wordt weggeslagen. Ja, en dan kun je hem repareren. Maar let op, over 15 jaar doet die rivier weer hetzelfde. Ja. Maar wat zie je nou in de rivier als je verder kijkt en er zijn kribben aangelegd, dan zie je daar keurige zandstrandjes. Kribben houden dat op zijn plek en daar is niet of nauwelijks onderhoud nodig. Dus dat levert geld op. Dus dan denk ik, jongens, sterker nog, dat levert geld op. Het levert een plek op waar mensen inderdaad aan het strandje gaan zitten. Mm-hmm. Want dat deed ik vroeger, en dat deden we misschien wel allemaal, dat herkennen we wel. We gingen naar de overkant en dan gingen we daar aan het strandje zitten. En dat is precies de bedoeling wat we met die Waalplaat willen. Juist. Dus ik zeg, met name het laagste gedeelte van de muur en het middengedeelte van de muur, waar dus nu die gaten ontstaan. Laat die natuur nou daar zijn werk doen en laat die muur daar, breek hem letterlijk af. Ja. Daar kun je glad naar beneden en op dat moment ga je dus ook ruimte voor de rivier geven. Nou, en ik denk dat de provincie daar heel blij mee is, want dat is het item van vandaag de dag. Die muur, als we die afbreken, moet je kijken hoeveel kuub zand, grond wij weghalen om water terug te brengen. Dat zijn nog een aantal kubieke meters. Dat levert geld op. Nou, jij hebt daarover nagedacht. Ja. Misschien nog wel eens een keer van wakker gelegen. En absoluut. Dit en zus en zo. Ja. Vervolgens ga je dit plan naar buiten brengen. Ja. Je komt weer bij diezelfde gemeente uit. Ja. En dan, bam. Ja, dan kom je ook tegen de muur op. Dan loop je tegen de muur van de besluitvorming. Ja. En daar heb ik ook een kritische brief naar de gemeenteraad gestuurd. Van jongens, jullie hebben een besluit genomen op basis van een rapport. Waarin het rapport eigenlijk al de oplossing in zich had. Ja, want er is een visie neergelegd. Je zou zeggen, er is geen visie, die is er wel. Ja, maar vervolgens wordt die niet doorgetrokken. Ja, maar die visie was niet van de gemeente. Mm-hmm. Maar die visie was van het risicoanalysebureau. Mm-hmm. En die gaan eigenlijk een boekje te buiten. Want als ze de opdracht krijgen om een risicoanalyse te doen, dat is prima. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben ook geconstateerd en gemeten, die muur is zwak. En daar moet iets aan gedaan worden. En dan komen ze vervolgens met de risicoanalyse en de conclusie. En ze geven de oplossing. En daar gaan ze een stap te ver. Ja. Want de oplossing die zij nu bieden, en daar heeft die raad inmiddels een besluit over genomen. Dat was dan, hoe repareren we die muur? Hm. Maar dat is nou net een vraag te ver. Want de vraag had moeten zijn, jongens, dit is de risicoanalyse. Dit is de conclusie, hij is in slechte staat. En vervolgens ga je terug naar de raad of naar de gemeente en dan zeg je, oké, we hebben dus nu een muur in slechte staat. En wat willen we daarmee? En dat is een open vraag. Ja. En dan kun je alle kanten mee op. En dan had je en dan ga je opnieuw kijken, wat willen we met een slechte muur? En dan komt de vraag naar boven, willen we überhaupt nog een muur? Willen we een glaswand? Willen we een zandstrand? Whatever. Waar gaan we deze muur überhaupt nog voor gebruiken? Of dit stuk kader? En dan ga je vrij denken. En die kans is ons eigenlijk een beetje heel raar door de neus geboord. Maar dit is ons ontnomen. En daarvan zeg ik, jongens, we moeten eigenlijk die stap terug doen. Ik ben wel blij dat de gemeenteraad dat bedrag heeft gereserveerd. Want er ligt nu een
2 miljoen, meen ik. 2,1 miljoen. Ja, geld genoeg om het klaar. Dat is gereserveerd, dat is besloten om die muur te repareren. Zie je nog kansen om dat tij, om er maar in waterbegrippen te blijven, te keren? Want het besluit is al genomen. Hè? Het besluit is al genomen. Maar goed, je hebt ook nog andere partijen. En Rijkswaterstaat, provincie. We hebben Rijkswaterstaat, die ik dan niet direct heb gesproken. Maar we zijn bezig, want vanuit Tiel Maritiem, dat is dan weer een ander petje wat ik ook wel draag. Mm-hmm. Hebben we natuurlijk wel contacten in de bergingswereld, in de sloperswereld, in de baggerwereld en in de bouwwereld en dan de waterbouw. Dus ja, de know-how zit echt wel via ons netwerk. En daar komen hele andere ideeën en dat levert eigenlijk heel veel geld op. Leuk. Even de actualiteit. Ja. Een bouwer, de Volker Wessels is dat. Dat gaat over de WLP, de Westluidense Poort. Ja, ja. Ook bedoeld mede om die auto's van diezelfde waankade af te trekken met een parkeergarage. Die roept nu moord en brand, want ze hebben meer geld uitgegeven als dat er van tevoren ingeschat was. Het gaat nu om ruim 5 miljoen, 5,5. Nou, natuurlijk wordt er moord en brand geschreeuwd van op zich is er nog, op zich voor die gemeente nog niet zoveel aan de hand, want er komt eerst een arbitragecommissie. En als die arbitragecommissie zegt van nou bouwen, u hebt wel gelijk, dan komt daar nog eens een keer een rechter aan te pas. Eventueel zou dat dus Tiel geld gaan kosten, zover is het nog niet. En tot nu toe heeft de verantwoordelijke wethouder altijd gezegd van ja, luister eens, er zijn wel tekorten, maar we hebben duidelijke afspraken gemaakt in het begin. Ja. Dat is allemaal vastgelegd en die kosten die zijn voor de bouwer. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij dit verhaal? Nou, ik heb dat ook vandaag pas ter oor gekregen. Ik heb nog niet alle ins en outs precies, maar ik denk ja. Hoe vast liggen die afspraken? Dat is eigenlijk een zaak tussen die gemeente en de bouwer. Maar ik denk, als dat dan weer zo'n dingetje is, ja, dat is jammer. Dat is echt heel jammer, want dat is verloren geld. Ja. Maar goed, als ik weer iets met die Waalkade muur kan doen, dat is weer een andere muur, dan kunnen we misschien daar weer een stukje geld mee terugbrengen. Ja, maar uiteindelijk zult er ongetwijfeld niet eens zijn, die WLP die er komt. Dat geeft ook weer vorm aan het meedenken van het trots op Tiel zijn. Absoluut, want dat wordt een plek waar het weer gaat bruisen. Dat wordt een plek die juist ook weer die stad verbindt met die Waal. Want die positie daar, hè, dat is natuurlijk, als je daar boven loopt straks, dan kijk je zo weer naar die rivier. Ja. En het is een klein wandelingetje. Ja, dat zie ik helemaal voor me. Dat daar weer nieuwe energie los gaat komen. Dus je biedt je eigenlijk ook aan, een beetje gekscherend gezegd, als Sinterklaas, zullen we maar zeggen. Daarover gesproken, jij bent ook betrokken geweest bij de start toen destijds van de Stichting Sint. Ja. In Tiel. Nou, dat loopt. Dat gaat hartstikke goed. Ja, leuk. Ja, klopt. Met al zijn dingetjes die erbij horen. Klopt. Maar loopt elk jaar hartstikke leuk. Hij komt ieder jaar weer terug. Hè? Die Zwarte Pieten discussie, wat vind jij daar nou van? Ja, ik vind... Daar heb je ook een mening over? Ik heb daar absoluut een mening over. Ik vind de Zwarte Pieten een fantastisch... ik maak me daar nooit zo druk over. Ik weet het niet. Het is niet zo dat ik me daarvan distancieer, maar ik heb zoiets van, joh, die Zwarte Piet heb ik nooit ervaren als een figuur die we discrimineren. Ik vind dat gewoon een leuk kinderfeest. En ik vind de veegpieten, de roetpieten en zo'n halve iets, daar maak ik me zorgen over dat de schoorsteenveegbranche zich daarin tekort ziet. Want dat krijg je straks, dat schoorsteenvegers niet meer hun werk kunnen doen. Want die worden dan herkend als Zwarte Piet. Ja, snap je? Ja. En dat is weer voor kinderen heel lastig om te begrijpen. Want dan denken ze, daar komt de schoorsteenveger. En dan blijkt dat niet Zwarte Piet van Sinterklaas te zijn. Jij zegt dus eigenlijk gewoon, laat het zoals het is. Het is een traditie die zo sterk is en die zo veel vreugde geeft. Die geeft veel meer vreugde dan ellende. Ja. Nou, laten we dan vooral kijken naar hoe vol het halve glas is, dan hoe leeg het halve glas is. Nou, wijze woorden, Roemer. Wil je nog iets kwijt? Je hebt nu de zendtijd, toch? Ik vind het leuk om de dingen zo gedeeld te hebben. En ik heb vertrouwen in de toekomst. En als we open blijven staan voor ideeën, zowel van de burgers die komen binnen het ambassadeurschap Trots op Tiel, als ook de grotere ideeën. We moeten
we moeten, ja, het is mooi als we open blijven staan voor elkaars ideeën. Precies. En dat we blijven doorvragen van wat bedoel je nou precies. Ja, als mensen geïnspireerd zijn, geraakt tot slot, men weet jou te vinden. Hè? Roemendaal erop, even inkloppen ja, op Google. Of Trots op Tiel. Volgens mij wordt er aan de achter de schermen ook gewerkt. En straks via de gemeente komt er ook een platform via de social media. Want vanaf 2017, dan gaat het echt van start. Dan geven we daar ook weer een wat meer mediacampagne aan om het platform bekend te maken. Ja, en dan zitten wij letterlijk samen klaar om alle enthousiaste burgers te ontvangen. Ja, en dat zal ook mede gebeuren door, gaan ze natuurlijk ook opzoeken. Door de Regio TV. We gaan er ook aandacht aan blijven besteden. Hé, hey, mag ik jou danken voor het gesprek en veel succes. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende maand weer. Graag tot dan.